Toen dacht ik, oké, dit is het moment om een full face of benefit te gaan doen. Nou, niet echt fan hoor. Goed gepigmenteerd, maar niet too much. Echt perfect gewoon. Dat is echt de beste oplossing die ik ooit heb gezien. Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Lotte en vandaag ga ik weer een full face of puntje, puntje, puntje doen. En ditmaal is Benefit aan de beurt. Ik vind Benefit echt een heel leuk merk. Deze video is trouwens niet gesponsord, wil ik eventjes benadrukken. En ik kreeg laatst een comment van, goh, doe dit ook een keertje met Benefit. En toen dacht ik, maar Benefit heeft helemaal geen oogschaduws. En toen kreeg ik ineens een pakketje binnen van de week. Met een heel nieuw palet. Nou heeft Benefit de laatste jaren wel vaker dit soort palets met allerlei blushes en zo erin. Maar dit is voor het eerst dat er ook oogschaduws en lipproducten in zitten. Dus toen ik dit kreeg, toen dacht ik, oké. Dit is het moment om een full face of benefit te gaan doen. Ik ga beginnen met een foundation die jullie laatst ook al in een first impression video hebben kunnen zien. Zo ziet die eruit. Het is de Benefit Hello Happy Flawless Brightening Foundation. Ik ga hem in kleur nummer 2 gebruiken. Hij komt in een aantal verschillende kleuren. En wat ik er zo fijn aan vind is dat hij echt voor een heel mooi, egaal resultaat zorgt. Maar wel met een beetje zo'n brightening finish. En dat hij alsnog ook heel natuurlijk oogt. Het is echt een mooie foundation die je goed kunt opbouwen en die dus niet meteen heel full coverage is. Hij laat zich echt heel erg mooi in de huid werken en het is gewoon net even wat egaler allemaal. Zonder dat het meteen heel duidelijk make-up is. Dus dat is die. Ik heb nog steeds een hele mooie healthy glow op mijn gezicht. Maar wel gewoon net even wat egaler. Dan ga ik nu een heel klein beetje concealer aanbrengen. En daarvoor ga ik deze gebruiken. Dit is de Boeing Airbrush Concealer. Ik heb hem in kleur nummer 1. Zo ziet de concealer eruit. Het is gewoon een potje. En deze ga ik even onder de ogen een beetje aanbrengen. Ik hoef hiervan nooit zo heel erg veel te gebruiken. Omdat hij dus wat dikker is gezien die in een potje zit. Maar ik wil wel dat mijn donkere kringen ietsje gecamoufleerd worden. En ik heb hier en daar ook nog wat onzuiverheden zitten. Maar hij is nog steeds wel heel mooi smooth. En ja, je kunt hem gewoon heel mooi blenden. En het is niet in één keer een heel plakkaat of zo. Dat is de concealer. Dan ga ik nu alvast een cream contour aanbrengen. Ik ga ook later nog met bronzer aan de slag. Maar ik hou tegenwoordig van cream producten. Wie had dat gedacht? Dit is de Benefit Hoola Quickie Bronzer Stick. En ik ben sowieso heel erg fan van de Hoola bronzer van Benefit. Maar deze stick is eigenlijk de eerste stick vorm bronzer die ik ooit fijn heb gevonden. Inmiddels gebruik ik altijd graag de cream bronzer van Chanel. Maar dit was eigenlijk het eerste creamy product waarvan ik dacht, oh, het is eigenlijk helemaal niet zo slecht. Wel echt leuk trouwens, want Benefit was vroeger natuurlijk een merk dat zich eigenlijk echt alleen op wenkbrauwen richten. En dat is nog steeds wel hun main focus. Ze hebben natuurlijk ook de Benefit Brow Bar, waar je je wenkbrauwen kunt laten doen. En ze brengen ook het vaakst wenkbrauwproducten uit. Nieuwe kleuren bijvoorbeeld, of een verbeterde formule. Maar ik vind het wel echt heel erg leuk om te zien dat ze de laatste paar jaren ook heel erg bezig zijn geweest met andere make-up producten. En ik vind hun poeders ook echt heel erg fijn. Hun blushes en zo, die zijn ook echt zo, zo mooi. En de bronzers, wat ik al zei. Kijk, nou is mijn foundation gewoon net wat minder bleekjes. En heb ik gewoon ietsje meer kleur op mijn gezicht. Maar ik ga straks ook nog aan de slag met poeder bronzer. Dus ik laat het voor nu even hierbij. Dan ga ik ook nog aan de slag met een poeder. Dit is wel spannend, want dit is een poeder foundation. En ik gebruik liever geen poeder foundation. Maar ik heb toch een poeder nodig om onder de ogen en zo af te poederen. Dus ik ga deze nu voor het eerst gebruiken. Dit is de Hello Happy Velvet Powder Foundation. Ook in kleur nummer 2. Dit is de verpakking. Ook hier in het poeder zelf zit dat schattige smileytje. Nou hoop ik dus dat dit poeder niet in één keer donkerder uit zal slaan dan de foundation. Maar goed, we gaan het zien. Ik breng hem eerst even op de oog aan. Oh nee, dit valt gelukkig heel erg mee. Mooi voor onder de ogen wel. Geeft net wat meer dekking ook dan een gewoon poeder. Dat is ook de bedoeling natuurlijk met een poeder foundation. Wauw, ik vind het eigenlijk wel heel erg mooi. Ik ben net ietsje matter dan ik al was. Het is echt een heel fijn zijdezacht poeder. Ja, so far so good. Misschien dat ik dit ook wel gewoon als
gezichtspoeder kan gaan gebruiken. Ik heb expres geen poeder op mijn jukbeenderen aangebracht, want daar wilde ik graag een liquid highlighter aanbrengen. En dat is deze, die kennen jullie wellicht wel als een van de populaire producten van Benefit. Tenminste, vroeger was het een van de populairste producten. Girl Meets Pearl. Je draait dan het product zo omhoog. Kijk, daar komt hij. Ik zal hem even swatchen voor jullie. Het is een roze-achtige highlighter. Dit is niet een highlighter zoals we die tegenwoordig vaak zien met heel veel glitter en zo. Maar deze zorgt echt juist vooral voor een heel mooi glansje. Ik ga hem even met mijn vingers in de huid blenden. Ik merk dat dat bij cream producten het beste werkt en bij liquids. Zo verstoor je het minste basis die je daaronder al hebt opgebouwd. Hij ruikt ook heel erg lekker fris, maar niet too much. Ja, ik vind deze wel echt heel erg mooi, wat ik al zei. Hij is echt prachtig. Dan gaan we verder met dat waar Benefit in eerste instantie zo onbekend staat, namelijk de wenkies. Dit zijn twee producten die ik eigenlijk elke dag gebruik op het moment. Allereerst de Foolproof Brow Powder en ik heb hem in kleur nummer 3. En ik gebruik beide kleuren. En dan ga ik hem daarna zetten met de 24 Hour Brow Setter. En dit is een doorzichtige wenkbrauwgel die ik ook echt heel fijn vind. Maar goed, first things first. Eerst even de wenkbrauw invullen. En ik gebruik nu een mix van de twee kleuren. En wat ik zo fijn vind aan dit specifieke poeder is dat hij mooi intens van kleur is. Maar net niet zo intens als een oogschaduw, waardoor je er dus ja, ook een wat subtielere look mee zou kunnen maken. En ik gebruik dan altijd de donkere kleur alleen voor het midden en het uiteinde van de wenkbrauw. En dat is het eigenlijk al. Dat gaat echt zo makkelijk. Ik ben hier per dag echt 3 minuten mee bezig of zo. En dan ga ik er dus doorheen met de wenkbrauw setter. Wenkbrauw, eyebrow. Bam! We've got a brow! Zo, de wenkbrauwen zitten er allebei op. En dan gaan we nu verder met wat voor mij ook een first impression zal zijn. Namelijk dat paletje waar ik het net tijdens mijn intro al over had. Zo ziet hij eruit. Ik vind de verpakking echt geweldig leuk. Dat doet Benefit echt heel erg goed altijd. Dit is het Party Like a Rockstar palet. Ja, ik vind hem echt zo cute met die flamingootjes. Echt heel erg leuk. Dit is het palet van de binnenkant. Er zitten dus 4 oogschaduws in, 2 lipglossjes en 2 lipkleuren. De Benefit Hoola Light en de gewone Hoola Bronzer, de California Girl Blush en ook nog de Dandelion. Ik vergeet elke keer hoe ik het moet zeggen. Dandelion. Ik ga eerst de kleur Hoola Light over mijn hele ooglid aanbrengen trouwens. En in de crease als blendkleur. Dat is geen oogschaduw technisch gezien, maar het is een poeder, dus het kan. En ik vind het altijd wel fijn om iets van een blendkleur te hebben in de arcadeboog. En aangezien alle oogschaduws die erin zitten shimmery zijn, gebruik ik deze daar gewoon voor. Dan ga ik nu de gouden oogschaduw gebruiken, deze. Die heet In Your Tangerine Dreams. En die ga ik met mijn vinger over het hele ooglid aanbrengen. Oeh, deze is wel heel sheer. Komt niet heel erg reuze veel kleur of glitter vanaf. Nou, niet echt fan hoor, moet ik zeggen. Maar goed, we gaan gewoon door met de kleur daarnaast. En dat is deze roze kleur, een beetje frambooskleur. Die heet Hey Coral Friend. Die gaan we gewoon vrolijk daarnaast aanbrengen. Deze lijkt wel ietsje meer kleur af te geven, maar het is natuurlijk ook een opvallendere kleur. Dus het is wel logisch dat je deze sneller ziet. Maar ook deze vind ik niet heel intens. Kijk, op zich, als je met je kwast er overheen gaat, dan verschijnen ze wel op het ooglid. Maar je veegt ze echt zo weer weg. Nou, dan ga ik deze kleur, Hot Copper, in de buitenste ooghoek gebruiken. Echt een beetje aan het uiteinde alleen, zodat we daar een wat donkerdere touch of color krijgen. Ja, ook deze, je ziet er gewoon nauwelijks wat van. Ze zijn echt niet intens, deze oogschaduws. Bij dit soort producten vraag ik me dan altijd een beetje af van, hebben jullie dit product überhaupt al getest? En ik dep hem er ook al op, hè, want als ik veeg, dan is het helemaal einde verhaal. Kijk maar, als ik veeg, dan veeg ik alles daaronder ook weer weg. Die gouden kleur ga ik onder het oog ook nog aanbrengen. Ja, je ziet het gewoon niet. Ik breng hem notabene met mijn vinger aan voor meer intensiteit, maar je ziet hem gewoon echt zo goed als niet. Hoe kan dit? Echt. Nou goed, en dan ga ik de highlight kleur Pearls Night Out
in de binnenste ooghoek aanbrengen. Kijk, deze geeft dan weer wel genoeg kleur en pigment af. Deze lijkt wel een heel andere formule te hebben, zie je dat? Die zie je gewoon meteen zitten. Die voelt ook net wat minder poederig aan. Ja, zo hoort een oogschaduw te zijn. Nou, voor de oogschaduws hoef je het palet in ieder geval niet te kopen. Ik vind het echt jammer, want ja, zoals je merkte gedurende de video, was ik eigenlijk over alles heel erg positief. Maar deze oogschaduws, die zijn gewoon echt slecht, sorry. Goed, dan gaan we een eyeliner aanbrengen. En daarvoor ga ik deze gebruiken. Dit is de Benefit Roller Liner. Ik ga hem in de kleur bruin aanbrengen, want dat vind ik wel leuk staan bij deze look, denk ik. En is weer een keertje wat anders. En deze eyeliner heb ik al best wel lang in mijn stash. Maar zoals je ziet is die nog steeds goed nat. En ook echt heel intens van kleur. Het is ook echt een hele mooie donkerbruine kleur. Want vaak bij bruine eyeliners zie je dat het een hele warme, ja, een beetje poepkleur is, zeg maar. Maar dit is echt een hele mooie donkerbruine kleur. Bijna zwart, maar dan net ietsje zachter. Ja, dit is gewoon echt een hele mooie eyeliner. Ik heb nu wel twee heel verschillende wings. Dat komt omdat dit ooglid meer hangt dan dit ooglid. Dus ik vind het tegenwoordig heel moeilijk om twee symmetrische wings te krijgen. Maar goed, ze zijn in ieder geval allebei mooi strak. En om de ooglook af te maken, natuurlijk ook nog een mascara. En dit is mijn favoriete mascara van Benefit, de Roller Lash Mascara. Echt zo'n fijne mascara is dit. Ik heb deze echt al 3 keer helemaal opgemaakt. Deze is ook alweer bijna op. Ook deze heb je trouwens in het bruin, maar ik gebruik hem in het zwart. Ik vind het borsteltje heel erg fijn en deze mascara geeft me gewoon super mooie lange wimpers. De ooglook is nu af. Ja, wat ik al zeg, ik vind dit echt een hele fijne mascara. Hij maakt mijn wimpers echt wat mooier lang. Hij is nu wel bijna op, dus het is ietsje brokkeliger dan normaal. Maar wauw, echt een prachtige mascara. Hij scheidt de wimpers ook zo mooi. Nou, dan gaan we maar verder met de gezichtsmake-up. En ik begin natuurlijk eerst eventjes met een poederbronzer. Die zit ook in dit leuke paletje. Ik ga deze twee kleuren gewoon mengen. Hoola Light en Hoola. Het is ook moeilijk om ze los van elkaar te gebruiken trouwens. Want het is natuurlijk wel een heel klein vakje voor twee bronzers in één. Ik stempel die gewoon zo net onder mijn jukbeen. Ja, dit zijn echt zulke mooie bronzers. Ik heb deze ook al heel vaak gebruikt. Want die zitten dus in meerdere palettes en je kunt ze ook loskopen mocht je niet echt interesse hebben in het hele palet. Al deze poeders die erin zitten, behalve de oogschaduws en de lipkleuren. Je kunt de poeders die in dit palet zitten dus ook los van elkaar kopen. Niks op aan te merken, laat zich mooi blenden. Goed gepigmenteerd, maar niet too much. Echt perfect gewoon. Voor de blush pak ik even dit paletje erbij van Benefit. Dit is het Cheekleaders palet. Zo ziet hij eruit. Ook echt prachtig. Heel erg mooi. En ik ga deze twee kleuren met elkaar mengen. Dit is de kleur California. Die zit ook in het andere palet met de oogschaduws. En dit is de kleur Tickle. En die heeft een hele mooie glans. Dus die vind ik perfect samen om te gebruiken. Dus ik doe mijn blushkwast gewoon zo in beide kleuren. Even aftikken op mijn arm. En daar gaat hij dan. Dan ontstaat er ook weer meteen dat mooie goudachtige glansje over de Girl Meets Pearl heen. Heel erg mooi. En de highlighter die ik wil gaan gebruiken is deze. Dat is weer die moeilijke naam waarvan ik altijd vergeet of het nou Dandelion of Dandelion is. Volgens mij Dandelion. Maar dit is dus de Twinkle variant. Dat is wel grappig trouwens, want hier kun je het verschil zien. Dit is namelijk de gewone Dandelion blush. Daar zit dus alleen een heel fijn glansje in. En die bevat vooral een heel schattig lief roze kleurtje. Maar dit is dus de Twinkle. En die is net wat lichter van kleur. En die is dus ook echt meer een highlighter. Ja, deze heeft gewoon een heel lief roze, lichtroze glansje. Hij is zeker niet too much. Het is echt een mooie, ja, natuurlijke highlighter zonder dat het meteen zo super blinding is. Dus dat is voor de mensen die van een natuurlijke highlighter houden wel echt een aanrader. En dan tot slot natuurlijk nog de lippen. Ik weet dat Benefit ook lipsticks heeft, maar die heb ik op dit moment niet in mijn bezit. Maar in dit paletje zitten ook lipkleuren. En weet je wat ik nou echt geweldig bedacht vind? Kijk, hier zitten dus de oogschaduws en dit zijn de lipkleuren. En dan, je ziet al dat er een plasticje overheen zit. Want poeders en creams in één palet, dat kan gewoon niet goed gaan. Dat wordt altijd een kliederboel als je het veel gebruikt. Maar kijk, Benefit heeft dus dit bedacht. Dat is echt
de beste oplossing die ik ooit heb gezien in zo'n palet. Hoe slim is dat? Echt fantastisch. Maar goed, ik ga deze kleur aanbrengen. Die heet Young, Wild and Coral. Ik weet dat dit eigenlijk met een kwastje zou moeten, maar dit is mijn eigen palet. Dus ik doe het gewoon lekker met mijn vinger. Ik denk dat deze wel leuk staat bij de look. Als je hem met een kwastje aanbrengt, dan wordt het natuurlijk nog wat intenser van kleur. Leuk kleurtje voor de lente. Heel mooi fris. Voelt ook helemaal niet vervelend aan. Het is niet te creamy of te jelly dat je het er zo af hebt. Het is gewoon echt een getinte lippenbalsem. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus dit was dan de Full Face of Benefit look. Ja, ik vind het gewoon ook weer echt een hele mooie look geworden. Ik kan je vertellen dat ik eigenlijk bijna alle producten zou aanraden. Behalve dus dat laatste palet. Hoe heet die nou? De Party Like a Hawkstar. Ja, super super jammer. Want ik dacht echt zo van wow, dit is echt super slim van jullie. Dat jullie ook een keer met oogschaduws uitkomen. Maar de oogschaduws zijn echt precies wat ik het minst fijn vond aan de make-up producten die ik heb gebruikt vandaag. Dus ja, maar verder vooral de wenkbrauwproducten en de gezichtsmake-up producten zijn echt top. En de mascara en de eyeliner ook. Dus ja. Laat ook vooral eventjes weten in de comments welke producten van Benefit jij zelf fijn vindt om te gebruiken. Vergeet niet om de video een duimpje omhoog te geven en je te abonneren op mijn YouTube kanaal. Daar zou je me ook heel erg blij mee maken. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!